Hallo, een heel fijne avond of goeie dag, nagelang wanneer je dit video kijkt, overal in Vlaanderen en de rest van de wereld en vooral aan alle broers en zussen in Jezus Christus en aan diegenen die nog altijd denken dat ze zelf op zoek daarnaar zijn. Ja, die mensen moet ik ontgoochelen. De mens zoekt niet God, God zoekt de mens. Jij gaat God niet vinden, God vindt u. Dat is een heel belangrijke les. Dat is Believing 101 of Geloof 101. Ja? Wat je heel rap zult vaststellen. Jij kunt God zo ver zoeken als dat je wilt. Je zult hem nooit niet vinden. God vindt u. De Vader trekt de mensen naar de Zoon. Zo staat het geschreven. Zo is het gebeurd. Zo zal het gebeuren in alle toekomst. Maar als er incidenten zijn in jouw leven die ineens een keer een ommekeer in je leven vergen. En je gaat deze ommekeer doen, dan ga je vaststellen dat dat ineens de hand van God of de stem van God is die je trekt in een bepaalde richting. En dan heb je nog altijd de keuze. Ga je die richting of ga je ze niet? Ik ben ze gegaan, die richting. Nout is die richting gegaan. En daarom heb ik met Nout vanavond afgesproken om terug te ontmoeten. Nout is mijn Nederlandse broer in Christus van Nijmegen, dat mag ik zeggen, dat zegt hij in zijn video's ook, daar komt hem vandaan. En hartelijk welkom vanavond op de volgende uitzending en lezing van Heersers van het Kwaad, dat boek dat jij vertaald hebt. Goedenavond, Nold. Ja, dankjewel. Goedenavond, Jurich. En fijne sabbatavond is het. Hè. De zon is weer onder. En we gaan vandaag verder in Heersers van het Kwaad, inderdaad. En wat jij net zei was wel mooi, inderdaad, dat God de mensen zoekt. En er staat, geloof ik, ook in de Bijbel, hè, dat het verschil tussen bokken en schapen was het, of geiten en schapen. Ja, dat verschil tussen geiten en schapen is dan weer iets anders, maar het staat in elk geval zo geschreven dat the Father draws man to Christ Jesus. Ja. En dat is in feite een punt. Ja. Het is de Vader die de mensen trekt naar de Zoon. En Jezus zegt op een bepaald ogenblik ook: iedereen die jij mij hebt gegeven, is hier. Niemand is verloren gegaan, behalve die mens van het verderven, van die geschreven stond dat het moest gebeuren. Spreekt hem van Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Ja. Dus in dat opzicht, de geiten en de schapen, dat is dan weer, ja, dat zijn dan de ongelovigen en de gelovigen, laat ons maar zo zeggen. Hè. Maar goed, wij kunnen daar een hele Bijbelstudie van maken. Maar het is in elk geval goed dat mijn woorden blijkbaar in Nederlands goed overgekomen zijn, want ik ben er altijd een beetje onzeker in dat ik mij te goed en correct verstaanbaar maak in die taal. Want dat is nu maar een keer, zeker in deze studies, niet mijn eerste taal. Dat is nog altijd Engels en daarna zeker het Duits, maar niet het Nederlands. Daarvoor praat ik ja veel te weinig over deze dingen in het Nederlands. Wat ik in het algemeen wel apprecieer om te doen, als het dan een keer gebeurt, omwille van dat ik mijn beroep als taxichauffeur daarvoor graag gebruik, om met mensen dergelijke gesprekken te hebben en bij hun die vonk te initiëren die God misschien mij meegeeft aan die mensen om te zeggen. Dus in dat opzicht zou ik zeggen van, laat ons maar verder gaan met het boek Nald. Ja, ik wilde nog wel op één ding terugkomen wat we vorige week hebben gehad. Zeker, doe maar. Nu we het toch over Bijbelcitaten hebben. We hebben het vorige week gehad over dat elke overheid wordt, zo niet elke overheid of elke overheid wordt geregeerd vanuit Rome. En ik vind het wel belangrijk om daar dan ook de Bijbelcitaten bij te nemen die dat dan ook bewijzen. Want wij kunnen natuurlijk wel iets zeggen wat in het boek staat, maar het moet natuurlijk ook wel aan de Bijbel lijnen, want de Bijbel is waarheid. Dus dat moet je eigenlijk altijd doen als je een boek leest. Als het klopt met de Bijbel, dan is het waarheid. Klopt het niet, dan is het geen waarheid. Ik kan wel een voorbeeldje geven daarover. Ik heb een keer een interview gezien met een zekere Simonus, priester Simonus. Die is in Nederland vaak op talkshows te zien toen de tijd. Die heeft voor jezuïet gestudeerd. Hij zei dat hij het niet afgemaakt heeft. Ik heb me zo mijn twijfels erbij. Maar ze hadden het over een of andere kwamen ze erop over stelen. Dat bijvoorbeeld, als jij honger hebt, en dan is het gepermitteerd om te stelen. Maar ja, in het achtste gebod is het, geloof ik, hè, gij zult niet stelen. En dat geldt dus voor alle tijden, ook al heb je honger. Dus die man die liegt gewoon eigenlijk. En die komt dus niet overeen met de Bijbel.
Want dat staat in de Bijbel, dat is Gods woord. En dan zullen mensen zeggen van ja, maar als iemand honger heeft, dan is het toch gepermitteerd om te stelen? Ja, dat is ook dus niet waar, want in de Bijbel staat ook, Jezus heeft gezegd, God weet wat jij nodig hebt voordat jij het überhaupt hebt bedacht. Mag ik daar eventjes een keer op ingaan, Noud? Ja, natuurlijk. Dat is een heel interessante punt die je zegt, maar als we dan eens een keer teruggaan naar het Oude Testament, en ik denk dat het in het boek van Numeri, het derde boek in het Oude Testament, als ik me niet vergis. Hè. Je hebt Genesis, Exodus, Numeri. Vierde boek is het. Vierde boek, ja. Leviticus. Het Leviticus, ja, Leviticus is het derde boek, juist, met de priesters. Numeri en dan Deuteronomium. Ja, ik heb iets woord overstaan, hoor. Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd allemaal. Dus. Ja, ik weet ze wel allemaal, maar soms gooi ik de volgorde door elkaar. Nee, maar waar ik op neer wil, want ik wil niet veel tijd innemen, ik wil je rustig verder laten praten, maar waar ik op neer wil, is dat God zegt dat als mensen hun velden bebouwen, dat ze de rand niet mogen oogsten. Dat geldt zowel voor, laat ons maar zeggen, plantages waar fruit geteeld wordt, appelbomen, peerbomen, weet ik veel wat allemaal. Maar dat geldt ook voor velden waar koren, mais en granen en dergelijke opgeteeld worden. Dat dus niet het volledige veld gemaaid wordt, maar dat een rand overgelaten wordt voor die mensen die langskomen en die honger hebben. En dat gebeurt vandaag de dag ook niet meer. Dus wij leven niet in een wereld die in dat opzicht nog daaraan te meten is. En ik weet uit vroegere tijd in Duitsland nog, daar hebben wij een woord dat noemt mundraub. Ja? Roof van de mond, bij wijze van spreken. Dat was van als je dus echt geen middelen had en honger had en je was in een winkel binnengegaan en je pikte een appel om te eten, dat was geoorloofd omwille van dat je dat deed uit de natuurlijke oorsprong van de honger. En dat was strafvrij gesteld. Dat is vandaag de dag ook niet meer strafvrij. Maar dus, stelen is in feite heel simpel. Je moet het niet doen, of je zou het niet doen. Zo staat in de Bijbel in. Jij zult niet stelen. Ja, zo staat het geschreven. Thou shalt not steal. Du sollst nicht stehlen. In de drie talen die ik zo over het algemeen spreek. In Frans kan ik het nu niet zo direct zeggen. Il ne faut pas voler. Wahrscheinlich in Frans. Dus den Punkt ist, dass wir tun in eine heel andere Welt leefden, weil die Menschen auch, laat ons maar zeggen, nicht die Not hatten, um das zu tun. Want selbst als sie Not hatten, werd für hun gesorgt. Vandaag de dag niet meer. Je kunt zeggen van ja, maar vandaag hebben wij zo dingen als de tafel, zo noemt dat in Duits tenminste. Dat zijn in bepaalde gemeentes, heb je organisaties die spullen van supermarkten en dergelijke krijgen en die aan behoeftigen verdelen. Maar ja, alleen aan die behoeftigen die daar komen. Hè? Veel mensen die zonder vaste woonplaats zijn of weet ik veel wat, die komen daar niet en die hebben daar niet. En dus in dat opzicht zal ik zeggen van ja, je zult niet stelen, dat is wel correct, maar dat was vroeger in die wereld die in de Bijbel beschreven staat, nog iets, ik zou maar zeggen, bijna makkelijker om niet te doen in plaats van vandaag. Maar het is uiteraard zo. Je zegt van, God zegt van, de Vader kent uw noden nog voordat je daarvoor bidt. En als je daarvoor bidt, komen er altijd mogelijkheden dat je dat kunt krijgen. Je moet niet stelen, je kunt het ook krijgen. Je kunt het ook vragen van mensen. Hè? Dat is een groot verschil. Hè? Als je iets nodig hebt, moet je het niet gewoon pikken. Je kunt het ook vragen. Ik denk dat het heel belangrijk is daar hier even bij stil te staan. Want de paus, die Benedict XVI, die voor Franciscus was, die heeft een encyclicaal geschreven. Dat is Caritas in Veritate. En in Caritas in Veritate schrijft hij heel duidelijk, als jij nood aan iets hebt, dan pakt het gewoon. Ja? Er is geen algemeen eigendom meer. En vandaag de dag leven we in een tijd, 2022, met het World Economic Forum, die precies dat ook promoten en die zeggen van, in een paar jaar zul je op deze aarde niks meer je eigendom kunnen noemen en je zult gelukkig zijn. Ja? Je herinnert je ook die uitspraken zeker, hè, Noud? En, ja, die kennen wij wel, ja. Ja, voilà. En dat probleem is, als ik dus eigendom afschaf, dan zorg ik er ook voor dat het achtste gebod wegvalt. Het is dus in feite een afschaffing van de geboden, maar daar denkt niemand niet over na.
Zo is dat. Dat wil ik eventjes hiertoe zeggen. Vooral omwille van dat is. Ik meen dat het in numerie geschreven staat. Waar ook zo dingen geschreven staan. Hoe dat de sabbat van het land moet gehouden worden. Elk zevende jaar. En met de jubileum. Met die jubileejaren en dergelijke dingen. Het staat allemaal in numerie. Zou mij verbazen als het ergens anders stond. Maar iedereen kan dat eens een keer zelf opzoeken. En kan dat zelf eens een keer nakijken. Maar dat stond er wel in. Maar ik wilde je niet van je oorspronkelijke idee afbrengen, nou. Dus alsjeblieft, vaar maar voort met wat je wilde zeggen. En als je Bijbelcitaten wilt brengen, ik heb de Bijbel hier online, de Statenvertaling. En dan zegt hij mij rap waar dat is en dan zoek ik dat. Het is wat ik wilde aanhalen, is Openbaring 18:3. Openbaring 18:3. En dat gaat dus over alle overheden, koningen, iedereen die doet gemeenschap met de hoer van Babylon. En in dat andere gedeelte, dat is Openbaringen 7:1, of 17:1 tot 17:5, dat is dan duidelijk wie de hoer van Babylon is. Ja, dus dan begin ik met 18:3. 18:3, ja. Wil je het voorlezen of zal ik het voorlezen? Ik heb het ja, jij mag het ook voorlezen. Je hebt een mooie stem. Dus. Dank je. Maar mijn uitspraak is dan weer niet zo goed. Ik had er nog veel bij moeten leren als ik hier de Statenvertaling ga lezen. Zeker luid op. Openbaring 18, vers 3. Terwijl uit den wijn des torens hare hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. Ja? De kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. Ik moet je zeggen, nou, mensen weten het van mij, ze zien het niet. Ik ben 25 jaar lang zelfstandiger geweest, zelfstandige wijnhandelaar. Ik ben dus een kooplied geweest en ik ben er niet rijk van geworden. Ik ben dus een van diegenen die de handel altijd min of meer moralisch bedreven hebben en daarom heb ik me niet zo kunnen verrijken gelijk de rest van de wereld dat doet. Openbaring 17 hebt u ja gezegd, daarmee begint het. Maar daar gaan we eens een keer terug, want dat vind ik heel belangrijk. Dat heeft nu niet zoveel met stelen te doen. Maar ik wil daarmee duidelijk maken, want sommige mensen dan zeggen dan van wie is haar wilde? Nou, in deze openbaring wordt dan uitgelegd van wie is haar is dus de kerk in Rome en dat staat dan hier in deze openbaring. Ja, Mystery Bob. Zeker vers 2 van openbaring 17 is heel onthullend en duidelijk. En zeker ook duidelijk in verband met die dingen die wij vandaag meemaken, waar we vandaag in leven. En ook belangrijk in verband met dat boek Heersers van het Kwaad dat we lezen. Zeer belangrijk in verband met het boek Heersers van het Kwaad. Openbaring 17, en de Bijbel zegt, en een uit de zeven engelen, die de zeven violen had, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn en een geest. En ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rode beest, dat vol was van de naam der rotslastering en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijke steenten en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Heel mooi. Doe mijn best. Hartstikke duidelijk, kan het niet beter. Maar hier wordt dus duidelijk wie is haar. En als je vraagt van ja, maar waar staat dan dat een vrouw wordt aangeduid in de Bijbel als een kerk? Daar heb je bijvoorbeeld Jeremiah 6:2 voor. Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken. Dus daaruit kun je opmaken dat een kerk een vrouw betreft. En in dit geval van openbaringen dus de Romaans-Katholieke kerk. Ja, ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken. Ja, Jeremia 6:2. Heel belangrijk.
En daarom is ook de kerk altijd een vrouw. Ja? De kerk spreekt ja van zichzelf, de Romeins-Katholieke kerk spreekt ja ook van zich als de vrouw. En de Bijbel spreekt dan ook van de bruid van Jezus Christus als de kerk hier op aarde. Ja? En zo verder, en zo verder. Hebt u nog versen die je graag wilt bespreken in dit opzicht? Nee, dat was het wel. Ja, misschien is het ook wel duidelijk om te zeggen, vele wateren, wateren zijn volken. Ja, dat is weer Openbaring 17. Hè? Ja, want sommige mensen lezen dit en die denken van, wat is dit, wat is dat? Ik begrijp het allemaal niet meer. 17, 15, ja. Dus staat er hier, kom hier wat, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Mm-hmm. En op vers 15 lezen wij, en hij zeide tot mij, de wateren die jij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Ja? Dus min of meer alle volkeren deze aarde. Ja? Dat is als water. En dat is ook iets dat wordt herhaald nog voordat het hier in Openbaring 17 uitgelegd wordt, in Openbaring 13. Want daar gaat het over het dier uit het water en het dier uit de aarde. De aarde is juist het tegenovergestelde. Als het water staat voor veel volkeren, scharen, naties en tongen, dan is aarde juist het tegenovergestelde. En dat is een heel interessant onderwerp, want veel mensen denken dat is Amerika, en dat is helemaal niet zo. Het is veel simpeler, je moet het alleen in de juiste tijdscontext zien. Want daar hebben we vandaag niet de intentie voor, denk ik, om dat te bespreken. Of, Noord? Laten we maar met het boek verder gaan, want anders zijn we nog niet klaar over een uur. En onze eerste intentie is om het boek te behandelen, geloof ik. Dus. Ja, maar het is natuurlijk wel een interessante inleiding over die we bezig zijn, moet ik maar ganz eerlijk zeggen. Dat vind ik nu persoonlijk. Hè. Ik vond het heel schoon dat wij ons de tijd nemen om op zo'n manier ook de link te leggen naar dat boek in feite. En van de Bijbel uit, want we moeten alles spiegelen aan de Bijbel, hè. Als we dan toch eventjes met de Bijbel bezig zijn, dan gaan we toch eens een keer eventjes uit het Nieuwe Testament gaan hebben. In Handelingen, kapitel 17. En dan vers 11. Ja? Of zullen we beter een keer zeggen hier, vanaf vers 10. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze, dus de Joden van Berea, waren edeler dan die te Thessalonica waren. Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen alzo waren. Daar hebben wij die uitspraak van, je hebt alles aan de Bijbel moet meten. De Bereërs hebben dat gedaan. En die Bereërs waren edeler dan die Joden uit Thessalonica. En die van Thessalonica kenden goed, want in Thessalonica heeft Paul gepredigd over de komende Antichrist. Ja, in Thessalonica kapitel 2, verse 6 tot 12, iets in die richting. Ja. Heel belangrijk, en er staat dus heel duidelijk in, dat deze broers het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Met andere woorden, ze namen alles wat in deze wereld was en hebben het aan de Bijbel gemeten. En als het in het oog van de Bijbel goed was, hebben ze het behouden. En als het niet goed was, dan hebben ze het verworpen. En dat zouden wij vandaag eigenlijk ook nog een keer moeten doen. Dat is een heel mooie vers, hè, Noud? Ik geloof dat Broeder Eberhard, of wie was het? Heet ook de Good Berean of zo? De Good Berean, ja. Daarom noemt zich, heeft zich bijvoorbeeld ook hier Richard Bennett zijn website genoemd Berean Beacon. Oh ja, dat was een Berean Beacon. Ja. Maar ja, het is dus in de Bijbel is het dus zo dat alles zich in de Bijbel verklaart. En dat wist ik in het begin toen ik de Bijbel ook niet las. Toen ik de Bijbel als eerste las, zat ik soms ook te lezen van wat bedoelen ze nou? Maar als je dan een beetje gaat zoeken en je hoort andere broeders en zusters op YouTube. En we hebben natuurlijk Google waar we hoop kunnen vinden. En in andere boeken, dan kom je er wel uit wat alles nou een beetje betekent.
Dus zo leer je ook steeds beter de Bijbel kennen. Ja. Ik wil dan nog eventjes een keer iets zeggen over, laat ons maar eventjes nog een keer gaan, in het Nieuwe Testament, in 1 Korinther, kapitel 2, vers 14. Dat zal voor vele mensen dan ook eens een keer iets duidelijk maken. Want daar staat geschreven, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En als je dus de Bijbel leest zonder het geestelijke verstand erbij, dan kun je even goed Moby Dick lezen. Of Harry Potter. Of een ander boek naar jouw keuze. Je moet een geestelijke mens zijn. En de geestelijke mens zijt door je wedergeboorte. Want zoals Jezus Christus gezegd heeft, tenzij dat je wedergeboren zijt, zul je het koninkrijk van God niet zien. Ja, ook denk ik een heel belangrijke vers om mee te beginnen vandaag, Noord. Amen. Verder gaan met het boek, anders ik had alweer een paar versen in mijn hoofd, maar dan... Wij kunnen altijd graag op die versen van jou ingaan, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar we zijn verleden keer in dat boek dus in feite opgehouden, waar we hier opgenoemd hebben, al die verschillende Romeins-Katholieke laien, dus leken. Dat wil zeggen mensen die dus geen deel uitmaken van de hiërarchie van de klerus, maar die gewoon tussen aanhalingstekens gewone gelovigen zijn, katholieken zijn. Of dat ze nu zwaargelovig, artsgelovig of lichtgelovig zijn, dat speelt hier geen rol in de eerste plaats. Maar volgens de constitutie van het Tweede Vaticanum, dat plaats van tussen 1902 en 1965, moeten zij dus al hun werk daarop richten om ervoor te zorgen dat de katholieke waarden in de hele wereld en ook in het land dat ze zo gezegd dienen verdeeld worden. Met andere woorden, zij dienen niet het land en de mensen van die en voor die ze gekozen zijn, maar ze dienen Rome. Ja? Dat was ook zo'n zin die ik daar straks bijna wilde zeggen na de inleiding van Noud, dat ik zeg ja, dat probleem is, we hebben hier te doen met een vijfde kolom. De vijfde kolom, dat zijn de katholieken die de schaduwregering zijn. Misschien zullen we daar heel eventjes op ingaan, bevor we verder gaan. Nou, het is misschien toch interessant om daar eens een keer over te gaan spreken. Dat zijn nu dingen die staan zo niet in het boek, maar ik vind een boekbespreking altijd daarom interessant, omwille van dat men dingen in het boek lezen kan en die dan aanleiding geven tot verdere commentaren die men daarover kan geven. Een voorbeeld van het vijfde kolon in Nederland is operatie Gladio. Daar hebben mensen denk ik wel eens van gehoord, want er is toen de tijd een keertje door Peter R. de Vries twee afleveringen van geweest. En die heeft dat een keertje, ja, dat is natuurlijk Peter R. de Vries natuurlijk ook niet de compleet waarheid, maar die heeft dat een keertje behandeld. En dat ging over de vijfde kolon. Mochten de communisten het Westen binnenvallen, dan waren er allemaal geheime wapendepots door Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, geloof ik, gestationeerd. Dat is de vijfde kolonne. Ze zeggen dan dat het tegen de communisten is, maar het kan natuurlijk tegen alles gebruikt worden. Ik ken niet die persoon die jij juist benoemd hebt, maar ik kan je wel vertellen van Daniele Ganza. En dat is diegene die eerst in Europa met die voordrachten begonnen is over Gladio en dergelijke dingen meer. Een Zwitserse historica, die dus historie studeert en ware historie dan leert. Een mens die op veel vlakten goede en ware dingen zegt, maar die dus niet door de geest geleid wordt. Dat is het probleem bij zijn studies of bij zijn voordrachten, vind ik persoonlijk. Je hebt zeker niet ongelijk met Gladio, maar dat is alleen maar dat wat in feite in deze wereld zichtbaar is. En gelijk wat we daar juist gelezen hebben in 1 Korinther 2,14, je moet van de geest zijn en om de geestelijke dingen te begrijpen. De ware schaduwregering van elk land, en dan spreek ik, also, ik kan niet zeggen elk land op deze aarde, want er zijn een paar waar dat nog niet volledig tot
ontbloeiing gekomen, tot opbloeiing gekomen is. En daarom hebben wij die nieuwe wereldorde nog niet, de zogenoemde nieuwe wereldorde, die niet nieuw is, maar dat is weer een andere zaak. Maar in die landen waar de Romeins-Katholieke Kerk bijvoorbeeld een concordaat mee heeft, daar hebben we verleden, denk ik, verleden keer ook eventjes op ingegaan. En Nederland heeft ja een concordaat met de Romeins-Katholieke Kerk, zei jij, sinds 1827 nog. Die landen die dat hebben, die stellen dat de Romeins-Katholieke Kerk de enige religie van dat land vertegenwoordigt. Dus Romeins-Katholicisme. De ware schaduwregering van elke van deze landen die dus een concordaat hebben en waar de Romeins-Katholieke Kerk vast in de stoel zit, daar is de ware schaduwregering gerund door de diocesen, door de bisschoppen en alles wat de bisschoppen ondersteld is. En het zijn de bisschoppen die in feite regeren. En wat veel mensen niet weten is dat vele wetten in de Kamer gemaakt worden. Of hoe noemt dat bij jullie in Nederland? Hier in België is dat de Kamer en de Senaat zeker. En hoe noemt dat bij jullie? Parlement? De Tweede Kamer? Ja, ik weet het niet. Ik ken jullie democratieopbouw niet. In Duitsland Tweede is dat Kamer weer... en de Eerste Kamer. Ja, in Duitsland is dat Bundestag en dan Bundesraad. Ja, dus de Bundestag besluit dan de algemene wetten. Dat moet dan voorgelegd worden aan de Bundesraad, die dat op landsbasis dan, dus van de verschillende landen, ja, de verschillende federale staten, nog een keer beslissen en alles. Wat ik wil zeggen is, van als het dus de legislatieve nieuwe wetten maakt, dan worden deze wetten niet zomaar omgezet in hier in België gelijk koninklijke besluiten. Nee, deze wetten worden eerst overgedragen naar Rome. En daar worden ze bekeken. En dan worden deze wetten gecontroleerd of dat zij voldoen aan de normen van het Romeins katholiek kanonsrecht. En als ze daarmee conform zijn, dan pas worden deze wetten teruggegeven. En dat loopt via die diocesen, dat loopt via de bisschoppen. Als jij denkt dat uw burgemeester in de stad, dat u, hoe noemt de leider van een provincie daar, gouverneur, dat uw gouverneur ergens iets beslist, of zelfs dat uw premierminister, uw eerste minister iets beslist, zomaar beslist, dan ligt hier verkeerd. Dat is allemaal afgesproken met de schaduwregering, de Romeins-Katholieke Kerk en de diocesen die daarachter zitten. Als je dan een keer wilt studeren, bekijk uw eigen land, bekijk Nederland eens, bekijk België eens. Maar interessant is het natuurlijk om bijvoorbeeld in andere landen te gaan en te zien hoe is het daar opgebouwd. Als je bijvoorbeeld Engeland gaat bekijken, in Engeland was het katholicisme verboden tot in de jaren 1830. Ja, het was outcasted, ja. Maar dan kwam in 1828 de Emancipatieakt. In 1833 begon de Oxford Movement. En mensen zoals Cardinal Wiseman en Newman zijn daarmee begonnen om de diocesen terug op te bouwen. Zijn daarmee begonnen kloosters terug op te bouwen die ervoor gesloten waren en verboden waren. En die diocesen die bestaan vandaag de dag nog altijd. Diocese zegt men in het Engels, diocesen zegt men in het Duits en diocesen zeg ik, is het Nederlands, als ik me niet vergis. En elke stad is in feite de zetel van een Romeins-Katholieke machthebber. Daarom is het een stad. Ja? En een stad met een dom is de zetel van een bischop. Een aartsbisschop en dergelijke dingen meer. En boven de bischop staat dan nog eens een keer de kardinaal. En boven de kardinaal staat dan nog eens een keer de nuntius van dit land. De nuntius is de hoogste katholieke vertegenwoordiger in dat land. In Duitsland was dat bijvoorbeeld in de tijd van de Eerste en tot in de Weimarer Republiek, van de Eerste Wereldoorlog en tot in de Weimarer Republiek was dat Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII. Heel interessant onderwerp. Dat heeft Naut ook heel goed besproken, dank ik allemaal, in dat boek Achter de Dictators. Maar we zijn vandaag met Heersers van het Kwaad bezig, als we er ooit mee gaan beginnen. Maar deze schaduwregering is wel heel belangrijk om te verstaan. Zulke dingen als Gladio, dat vertellen die mensen als Daniele Ganser en die historicus die Naut u juist vertelt. Maar dat is allemaal alleen maar in het wereldelijke.
Je mocht het wereldelijke, je mocht de fout niet maken het wereldelijke te scheiden van het geestelijke. Want als je dat doet, dan doe je precies dat wat de Vaticaan nu zegt, dat kan die bloedkosten. Je herinnert je nog, verleden keer heb ik de Vaticaanse vlag gelaten zien. Je hebt die tiara, de driekoppige kroon gezien, die hoofd met de drie kronen, of die hoed met de drie kronen, laat maar zeggen. En daaronder de gekruiste sleutels, de zilveren en de gouden sleutel, die verbonden waren met een band, een rode band, een lint van bloed. Als je ofwel deze machten probeert weg te nemen van de Vaticaan, dus de Romeins-Katholieke Kerk, want dat is een en hetzelfde, want Vaticaan en Romeins-Katholieke Kerk zijn equivalent. De Vaticaan is de staat, de Romeins-Katholieke Kerk is de kerk, maar de Vaticaan is een theologische staat, is een godsstaat, bij wijze van spreken. Ja? En dat is kerk en kerk en regering, dus politiek, niet gescheiden. Ja? Daarom hebben bijna alle andere landen in Europa en dergelijke een scheiding van kerk en staat. Amerika ook. Hè? Amerika zegt heel duidelijk in een van die toevoegsels van de Constitutie, de Bill of Rights, Congress is not allowed to make any law concerning religion. Ja, dus Congress mag geen enkel wet doen dat religie aangaat. Ja, dat is een scheiding van kerk en staat. Dat hebt u in de Vatikan, dat hebt u daar niet. Und daar is de Romeins-Katholieke Kerk die volledig over de Vatikan regeert. En het hoofd van de Vatikan, de paus, is een koning. Ja? Jullie in Nederland hebben dus een eerste minister, wij in Duitsland hebben een bundeskanzler, hier in België hebben we ook een koning. Die paus is koning van de Vatikan en hij is ook tegelijkertijd het opperhoofd van de Romeins-Katholieke Kerk. In één en dezelfde persoon. Dus hij regeert zowel over staat als over de kerk. Ja? En dat is natuurlijk het doel voor de hele wereld om te maken. En dan zijn we weer bij de zogenoemde nieuwe wereldorde. We komen hier van honderdste en duizendste. Maar dat is ook zo'n enorm interessant onderwerp. Houdt u zich niet meer bezig met de studies van de diocesen? Houdt u zich niet meer bezig met het opbouw van de echte schaduwregering? Die schaduwregering die men u niet op het 8 uur nieuws 's avonds vertelt. Maar die je alleen bij Stunde der Wahrheit en bij The Notorious Christian hoort. Wat commentaar nou? De vijfde kolonne, dat is dus eigenlijk ook, als ik het goed begrijp van jou, ook de vrijmetselaars. Dat zijn allemaal instrumenten die gebruikt worden om dan uiteindelijk die doelen door te zetten. Of dat dat nu pauselijke ridderordes zijn, ridder van Malta, ridder van Columbus, ridder van dit of ridder van dat, of de Jezuïten, of natuurlijk de vrijmetselaars. Dat zijn allemaal ordes die onder de Jezuïten spelen en de Jezuïten zijn niks anders dan de stormtroepen van het Vaticaan. Ja. Ja, ze zijn allemaal in dienst van de echt het grootste vijfde kolonne, zeg maar. De Romeinse Vaticaan en de rest valt er allemaal onder inderdaad. Ja, een ander interessant boek misschien ook voor die mensen om een keer te lezen is The Global Vatican van Francis Rooney. Ik weet niet of dat iemand dat al kent. Ik heb het niet op mijn account staan hier op. We hebben het vorige keer volgens mij wel over gehad. We hebben het wel een keer voorgesteld. Ja, het zou kunnen. Ik heb het bij mij hier niet op staan, maar Eric 777 heeft dat op staan. Ik kan nog een keer dat beeld even tonen. Globaal. Moet kunnen typen, hè? Global Vatican. Ja, ik moet kunnen typen, zeg ik nog. Okay. En ik weet dat Daryl Eberhardt, die heeft volgens mij ook een Rome and Civil Liberty, geloof ik, heeft hij een keer een bespreking gehad. Dat ik heb gezien, dat gaat ook helemaal in over hoe de... Niet Daryl Eberhardt, dat was Tom Fress van Inquisition Update. Die heeft dat boek Rome and Civil Liberty van James Atkin Wiley gesproken. Ja, maar Daryl Eberhardt die heeft ook een keertje uitgelegd in een post van hem dat hij uitlegt hoe Rome de civiele wetten regeert in elk land.
Ja, das will ich nun nicht abstreiten. Man hat sich da nicht so tief mehr besig gehalten als Tom Fresh, die verschiedenen Bücher gelesen hat von Ja, man, ja, R.W. Thompson unter andere und James Edgar Wiley, ne? Ja, maar hij heeft het zeg maar in een uurtje gedaan. Kijk, als je even snel er doorheen wil, dan kan dat even snel. Als je global verder kunnen ze natuurlijk veel omvangrijker, maar dan ben je wel een paar uurtjes meer kwijt, laat ik het zo zeggen. Ja, de Globe-wettigen, wie dat wil zien, die moet op mijn BitChute-kanaal gaan. En daar heeft Tom, daar is Tom Fress een originele lezing op in 99 delen. Dus dat is een kleine, ja, 90 uur die je daaraan besteedt. En dan heb je dat boek volledig door. En je kunt dat boek ondertussen meelezen. Je kunt het gratis downloaden van Eric777, zijn website. Misschien zet ik het ooit ook een keer op de mijne, maar ik ben een beetje terughoudend daarmee, omwille van dat daar nog een zwaar copyright op is natuurlijk. En ik wil daar geen problemen krijgen. En als je het lang, als lang als je het ergens anders kunt krijgen, en anders geeft het maar een keer $20 uit en koopt het zelf. Ik vond het qua presentatie van een boek het meest complete wat van alles wat ik gehoord heb en gezien heb. Van Brad, van jou, van Tom. Dat gaat een beetje elk punt langs. Qua historie en de Global Vatican dan. Ja, de Global Vatican gaat ook een beetje terug op de tijd van de founding van de Verenigde Staten van Amerika. Francis Rooney spreekt uitbundig over de carols. En de carols zijn iets, Nout, om nog maar een keer te beginnen, wat ons nu ook in dit boekje tegenkomt. Want we zien hier Daniel Carroll. Dat is in de volgende alinea. We lezen eerst nog een keer in deze alinea. We hebben dus zojuist gelezen, dat is de inspiratie voor het pausdom was om de Verenigde Staten van 1776 te creëren door een proces net zo geheim als de Rijken Vaticaan voortbrengen van Oost-Europa. Je herinnert je nog aan de Heilige Alliantie in 1989. Maar wat? De Amerikaanse regering, Rooms-Katholiek vanaf het begin? Overweg. Het land dat tegenwoordig bekend staat als het District van Columbia, ja, District of Columbia, Washington DC, ja, droeg in 1663 de naam Rome. Volgens de eigendomsrecords werd intact van de Potomac River, die in het zuiden aan Rome grenste, de Tiber genoemd. Dat is de naam van de rivier door Rome in Italië. Deze informatie werd in een artikel over Daniel Carroll in de 1902-editie van de Katholieke Encyclopedie gerapporteerd. Heb ik het verleden keer al over de Katholieke Encyclopedie gehad? Kan ik me niet herinneren of we Ja. dat in de uitzending hebben gehad? Ja, dan was het andere dingen dat wij een keer besproken hebben of dat ik in andere video's gezegd heb. Ik heb persoonlijk de complete editie van de Romeins-Katholieke Encyclopedie, versie 1907 tot 1913. Dus dat is die versie die dan die 1902-editie vervangen heeft. Zou kunnen dat het daar niet meer in staat. Ik zou er eens een keer kunnen gaan nakijken, maar dan moet je nog altijd even kijken waar kijkt er dan precies naar. We moeten kijken onder welk woord moet je dat zoeken, want dat zijn 13 volumes die ik hier heb staan. Ja, dus dat is nogal, neemt de helft van mijn kast in. Dat is groot. Maar daar staat dus in deze katholieke encyclopedie heel simpel dat Rome, wat we vandaag Washington noemen, wat we vandaag District van Columbia noemen, waarbij Columbia is ook weer een foutieve naam, want Columbia heeft niks te doen met die Space Shuttle of zo. Columbia heeft daarmee te doen dat dat een heidense goddess is. Ja. District van Columbia droeg dus de naam van Rome en de rivier Potomac, die daar doorvloeit, droeg de naam Tiber in den tijd. Het artikel verklaarde zichzelf, citaat, van belang voor katholieken, einde citaat, en werd verwijderd uit de nieuwe katholieke encyclopedie in 1967. Dus ik moet een keer checken of dat in de mijne, die ja 1913 is, eventueel nog in is. Ook andere feiten werden in 1902 gerapporteerd en in 1967 verwijderd. Bijvoorbeeld toen het congres voor het eerst in november van 1800 in Washington bijeenkwam, behoorden de enige twee echt comfortabele en indrukwekkende huizen binnen de grenzen van de stad toe aan Romaans-Katholieken.
Eén was eigendom van de eerste burgemeester van Washington, Robert Brent. De andere was eigendom van Brents zwager, Noot Liang. En deze was een Jesuitenpriester. Daniel Carroll. En ik heb hier daar juist al de keer de Carroll opgezocht. Carroll, dat is een... Als we daarover gaan beginnen, dan kunnen we, ik weet niet, 20 uitzendingen doen. Alleen over Carroll. Hier hebben we het over Daniel Carroll. Je hebt... oei, dan moet ik eens niet, moet een beetje kleiner. Daniel Carroll. Twee zijn broers, Daniel en John, en de andere is de cousin. Dat is James, dacht ik, als ik niet mis ben. Ja? Je hebt John, Daniel en Charles. Johnny James, Charles. Dit is een beeld nu van Daniel Carroll. Daniel Carroll was Rooms-Katholiek Congreslid uit Maryland. Nu, heel kort wat je over de Carrolls moet weten, kun je te weten komen als je mijn afspeellijst van Hour of the Truth, in Engels uiteraard, gaat bekijken. Daar zijn enkele uitzendingen drin over de Carrolls. Daar is heel veel achtergrondweten in wat je heel moeilijk anders kunt vinden. Boeken die moeilijk te verkrijgen zijn, heel mooi samengesteld. Veel meer als wat in Rulers of Evil alleen staat. Maar om het een keer heel simpel te houden in de uitleg. De Carrolls, die noemen eigenlijk Carroll en... Er is nog zo'n andere naam bij, kom, Calvert. Carroll Calvert, dat is een Ierse familie, ja, weer terug geïmporteerd uit Ierland. En die hebben toen daarvoor gezorgd dat Ierland katholiek werd. Want Ierland is oorspronkelijk een katholiek, een protestant, sorry, een christelijk land. Ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk heeft dat veroverd. Vandaag de dag heb je nog een kleine protestantse enclave in Belfast. Ja, en dat is nog altijd dat is het verschil tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland. Ja. Noord-Ierland is nog zogezegd protestants, maar geïnfiltreerd van katholieken. En de Republiek Ierland is volledig katholiek. Nu, om niet zo ver terug te gaan, is het gewoon... Carroll, en dat staat hier ook, was een directe afstammeling van de Calverts, een katholiek gezin aan wie koning Charles I. van Engeland Maryland een feudale baronie had verleend. Dat wil zeggen, koning Charles I. van Engeland, wie is dat? Ja, nu, die kennen nu natuurlijk Charles III, ja, die een prins die ooit een keer met die mooie kinder, hoe zeg je dat da, kindernurse, da, kindergartenres, da, Diana getrouwd was. Charles I. is de Nachfolger van koning James I. van Engeland. Koning James VI. Van Schottland, ja, die ons de King James Bijbel gegeven heeft. Koning Charles I. is een katholiek. Koning Charles II. Is ook een katholiek en die hebben ze een kop korter gemaakt in de Engelse civiele of burgeroorlog. Dat ja. Is allemaal zo interessant. Je komt hier echt van het een naar het ander. Het punt is, die familie van de Carrolls, Calverts, heeft altijd al als soldaten voor de Romeins-Katholieke Kerk gewerkt en zijn dan overgegaan en hebben in feite met Amerika of met de kolonieën exact hetzelfde gedaan wat ze daarvoor met Ierland gedaan hebben. Dat is in het kort. En dat boek Rulers of Evil gaat er een beetje dieper op in. En als je dan nog dieper op in wilt gaan, dan moet je dat boek lezen van Jamos Ives, The Ark and the Dove. Ik zal je daar eventjes een keer een beeld van tonen. Dat is een heel goed boek. Daar bestaat ook vandaag de dag nog zoiets als hier de Sociëteit van de Ark and the Dove. By the way, daar is natuurlijk weer Bijbels genomen, hè? Die Ark en de Duif. Je weet, die Duif die... Noah heeft van de ark laten vliegen om te zien of dat er al vaste grond was. Hè? Daar hebben ze natuurlijk die naam hier vandaan. Want ze brengen ja het evangelie naar onbekende landen. Het gaat over dit boek hier. Boah, jongens toch, waarom opent dat altijd zo groot? Jamos Ives is de auteur van dat boek. The Ark and the Dove, The Beginning of Civil and Religious Liberties in America. Dus de begin van de burgerlijke en religieuze vrijheden in Amerika.
Dat is ook een boek dat Tom Fresh gelezen heeft. Hij betreurt het nog altijd, hoe hij het gelezen heeft, omwille van dat hij door John Daniel, die auteur van het boek The Grand Design Exposed, werd aangezet dat boek te lezen zonder het op voorhand gelezen te hebben. Normaal gezien gaat Tom Fresh nooit een boek lezen on the air dat hij niet minstens 2 of 3 keren zelf daarvoor gelezen heeft. The Ark and the Dove heeft hem cold turkey gelezen, dus zonder enige voorbereiding. Ik persoonlijk vond het een schitterende lezing. En als je dat leest, dit boek, The Ark and the Dove, en je leest het met het verstand dat je al hebt als je Heersers van het Kwaad gelezen hebt, of je leest die twee boeken samen, als je verstaat wat ik wil zeggen, dan heb je de absolute kijk op de zaak. Dan heb je de absolute kijk op de zaak. Dan weet je alles over Amerikaanse oprichting. Over de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika. Dus heel belangrijk dit boek daar ook even bij te vernoemen. Daniel Caron in elk geval was dus een Rooms-Katholiek congreslid uit Maryland. Marialand. Ja, hier gaat het over de hemelskoningen. Hier gaat het over de in Romeins-Katholicisme vereerde moeder van Jezus Christus, die niks anders was als de vleeselijke moeder om de mens Jezus Christus hier op aarde ter wereld te brengen. Genoemd naar haar. Trouwens, Amerika is gewijd aan haar. Europa is gewijd aan haar. Ik denk, de hele wereld is ondertussen gewijd aan Mary, Maria. Is dat niet langs Virginia? Ja, Virgin natuurlijk ook nog, hè, want ze is ja de voortdurende jongvrouw, hè, in de Romeins-Katholieke Kerk. Hè. Volgens de Romeins-Katholieke Kerk is Maria haar leven lang jongvrouw gebleven. Volgens de Bijbel is dat niet zo, maar volgens de Romeins-Katholieke Kerk wel. Waar je ziet dat de Romeins-Katholieke Kerk ook niet alleen een andere Jezus predigt of een andere Yahweh predigt, maar ook een andere Maria predigt, als de Bijbel. Ja. Dus, hij was congreslid uit Maryland. Hij heeft 2 van Amerika's fundamentele documenten ondertekend, namelijk de artikelen van de Confederatie en de Grondwet van de Verenigde Staten. Carroll was een directe afstammeling van de Calverts, ja, daarom noemen ze Carroll Calverts. Een katholiek gezin aan wie koning Charles I van Engeland in Maryland als feudale, baronie had verleend. Carroll had zijn eigen opleiding genoten aan de Jesuitencollege van St. Omers in Vlaanderen. Vandaag de dag zoekt hij in Vlaanderen te vergeefs. Dat ligt in noorden van Frankrijk, in Noord-Pas-de-Calais. Ze verschuiven zomaar even de grenzen en je vindt de dingen niet meer. Ja? En John Carroll heeft 26 jaar gestudeerd. Voor Jezuïet en de grootste deel van die tijd in St. Omers. In elk geval in St. Omers in Vlaanderen, waar jonge Engelssprekende katholieken zaten om getraind te worden in de verscheidenheid aan Guerilla-technieken, om de agenda van het Rooms-Katholicisme onder vijandige protestanten te bevorderen. In 1790 benoemde president George Washington, vrijmetselaar en tussen aanhalingstekens Illuminati, Jesuiten gecontroleerd. 1790 bestonden die Jesuiten officieel niet. Ja, daarom zeg ik tussen aanhalingstekens Illuminaten gecontroleerd. In 1790 benoemde president George Washington Congresslid Carroll om een commissie van 3 mannen te leiden om zo het in de grondwet geëiste land voor de federale staat te selecteren. Van alle plaatsen die ze konden kiezen, koos de commissie Rome. Dat destijds uit 4 boerderijen bestond, waarvan er 1 toebehoorde aan, je kunt het raden, Daniel Carroll. Het was op de boerderij van Carroll waarop de nieuwe regering besloot het belangrijkste gebouw op te plaatsen, het Capitool. En daar spreken we later in kapitel 21 over. Het Amerikaanse Capitool is rijk aan aanwijzingen van zijn Romeinse oorsprong. Libertas, of vrijheid, de Romeinse godin, die niks anders is als Columbia, die niks anders is als de Virgin Mary, ja? Maria, de hemelskoningin, is altijd 1 en dezelfde figuur en andere namen.
Wiens standbeeld op de top van de koepel staat, werd gemaakt in het in Rome gevestigde atelier van de Amerikaanse beeldhouwer Thomas Crawford. In het grote fresco dat bovenste wanden van de koepel bedekt, dat is de apotheosis, de vergoddelijking van George Washington. En daar gaat ook een heel kapitel later in het boek over, vinden we een heel pantheon van Romeinse goden. Pantheon is niks anders als een tempel van idolen. Ja? Persephone, Ceres, Libertas, Vulcanus, Mercurius, zelfs een verroddelijkte George Washington. Gelijk gezegd, daarom noemt het de apotheosis van Washington. Deze figuren zijn de creatie van de Vaticaanse kunstenaar Constantino Bromidi. Ook hierover meer in kapitel 2021. Dan zullen we het nog een keer zien. Trouwens, nou, als je een keer een opmerking hebt, ik hoor het graag. Niet dat ik je... Nou ja, ik heb wel een paar kleine opmerkingen, maar die zijn zo klein dat ik jou daar niet meer mee storen. Het gaat goed. Ik ben aandachtig aan het luisteren, dus... Goed. Ga vooral zo door, alsjeblieft. Het feit dat het Nationale Staatshuis zich ontwikkelde als een, tussen aanhalingstekens, hoofdstad, getuigd van Romeinse invloed. Geen enkel gebouw kan recht Kapitol genoemd worden, tenzij het een Tempel van Jupiter betreft, de grote Vadergod van Rome, die de hemel regeerde met zijn bliksemschichten en de aarde voede met zijn vruchtbare Regens. Als het een Kapitolium betreft, behoort het toe aan Jupiter en zijn priesters. De mascotte van Jupiter is de adelaar, die de grondleggers ook hun mascotte maakte. Een Romeinse adelaar staat bovenaan het heersende idool van het Huis van Afgevaardigden, een 46 inch sterling zilveren en ebbenhouten scepter. De scepter is, citaat, het symbool van autoriteit in het Huis van Afgevaardigden, einde citaat. Als de ordehandhaver het laat zien voor een onhandelbaar congreslid, herstelt de scepter de orde. Haar positie op het podium geeft aan of de Kamer zich in committee of in sessie bevindt. Mag ik wat zeggen? Oh, natuurlijk. Die adelaar, die vind je in zoveel landen terug op vlaggen, op gebouwen, op logo's. Maar het is dus niks anders dan de mascotte van Jupiter. En mensen denken dan, oh, een adelaar, wauw, prachtig, ziet alles vanuit de hemel, een machtig beest. Maar het representeert gewoon een afgod. Daar komt het eigenlijk op neer. En als ook, we verder lezen in dit boek, sorry dat ik u ga onderbreken, dan komt die uit te weten dat de woordspeling is van het Hebreeuwse kalf, dat arend is in adelaar, arend, in Engels, eagle. Mm-hmm. Dus het Hebreeuwse woord dat eagle uitgesproken wordt, vertegenwoordigt een kalf. Denk maar eens een keer aan het gouden kalf dat de Israëlieten zich gegoten hebben als Mozes op de berg Sinaï was voor 40 dagen en niet meer naar beneden kwam. Ja. Ook in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog was de adelaar natuurlijk ook een heel belangrijk symbool. En dat is hem toevallig, nu ook nog. Dat is hem toevallig, nu ook nog. Ja, ja, ook ja. Dat zat op de markt, stond dat geloof ik ook. Ja, maar Duitsland heeft nog altijd de adelaar, of de arend. Is arend een Vlaams woord of wat? Maar je zegt altijd adelaar. De adelaar is het grootste roofdier, geloof ik. Ja, en arend is iets minder, of wat? Is toch hetzelfde? Zijn die een adelaar woord hetzelfde? Ja, is dat zo? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij zijn het wel twee verschillende... Oh, ik kende eigenlijk, we moeten maar een keer nakijken, ik kende alleen het woord arend eigenlijk. Maar adelaar, goed, is vandaag de dag nog altijd de Bondsdag. Arend en adelaar zijn verschillende woorden voor één en dezelfde vogel. Dank u, oké. Ben ik aan die ganse stomme Nederlands als ik dacht. Maar adelaar klinkt natuurlijk edeler als arend. Hè? Ja. Maar ja, zwart. In elk geval, in Duitsland heb je nog altijd in de Bondstag vandaag de arend van Duitsland, die natuurlijk anders eruit ziet als die in het Derde Rijk. En die had je daarvoor ook in het Tweede Rijk, dus dat Rijk dat Bismarck opgericht heeft in 1871 tot 1918. En die had je daarvoor al als Duitsland dus, hoe noemt het dan weer,
het Heilige Romeinse Rijk onder de Duitse, van de Duitse nazi was. Ja. Dus het Duitsdalige Rijk tussen Karel de Grote in 800 en de eind van de Napoleonische oorlog in 1806. Hè. Dus, En hadden de legionen van, het Heidense Romeinse Rijk niet ook allemaal een standaard met een adelaar erop? En dat was dus hun prijs, die mochten geen alle tijden in de handen van de vijand vallen. Dus zo belangrijk vonden ze het, de adelaar. Maar goed, ga verder alsjeblieft. En trouwens, je ziet hem hier ook hè, op het cover van het boek, hè? Naast Persephone, naast de hemelskoningen, heeft hij hier de adelaar. Hè? Ik heb het wel eens opgezocht wat mijn naam betekent. Moet jij raden wat dat betekent? Naut of? Arnoud. Arnoud. Ik heb het raden naar. Ja, heel goed. Schijnbaar zitten er dan eigenschappen die dan... die dan jouw naam bezitten. En adelaar is dan is wat omschreven als iemand die vanuit, vanuit afstand alles bekeek. En eigenlijk is dat ook wel een beetje mijn karakter. Dus. Maar verder wil ik er niks mee te maken hebben. Hoor. En dat wil natuurlijk dan gemakkelijk zeggen dat dat zoiets is zoals van God bekijkt de kinderen wandelen op de aarde. Hè? En wie dan de aarde controleert of de adelaar controleert, is dan diegene die zichzelf tot God verheeft. Hè? Of verheft. Anyway, laten we zo een beetje verder lezen. Ja, laten we verder gaan. Een stukje nog eventjes. Amerika's nationale motto, Anuit Quaeptes, komt voort uit een gebed voor Jupiter. Het komt voor in boek 9 van Virgils epische propaganda, de Aeneas. Dat is een gedicht van net voor de geboorte van Jezus Christus in opdracht van Caius Maecenas, de multimiljardair achter Augustus Caesar. Nu weet je waarom, ik weet niet of dat jullie dat woord in Nederlands kennen. Wij zeggen in Duits een mezeen. Dat is iemand die u goed gezind is en veel geld geeft en dingen financiert. Ik weet niet of dat je die in Nederland ook zo noemt. Wij noemen die een mezeen en dat komt van Maecenas, de multimiljardair achter Augustus Caesar. Ik heb er nog nooit van gehoord, nee, ik denk het niet. Misschien in het oud-Nederlands, maar tegenwoordig, nee. Ik weet niet, we kunnen een keer even gaan opzoeken. Maar ik heb hier mijn Google open. Met zien, dat is dus een persoon die artistieke, culturele of sportieve acties financieel bevordert. Ja. Met zien, Wikipedia, dan gaan we een keer zien. Hebben we het in Nederlands ook? Ja. Een soort filantroop. Mecenas, ook wel patroon genoemd, is een persoon die als beschermheer of vrouw van kunstenaars, geleerden of sporters optreedt. De begunstigde artiest, wetenschapper of atleet wordt in dit verband protégé genoemd. De protégé wordt door de Mecenas in financiële middelen voorzien, zodat deze zich zorgeloos kunnen wijden aan hun scheppend werk, wetenschappelijk onderzoek of sportieve loopbaan. Natuurlijk wordt het hier begrensd op artiesten, wetenschappers of atleten en niet op politici. Ja? Dat is logisch, hè? Dat is Wikipedia wat we hier lezen. Hè? Begrijpt dat, hè? De functie van de mecenas is het mecenaat. Betreffende is meestal welgesteld, zodat zich het financiële offer kan veroorloven. En dus deze uitdrukking mecenas gaat terug op, ja, Caius Maecenas, de multimiljardair achter Augustus Caesar. Die dus toen al... De financier eigenlijk. Ja, de financier daarachter. Ja. Zoals je vandaag hebt George Soros bijvoorbeeld, of Bill Gates. Zonder dat geld van Bill Gates doet de VN morgen de deuren dicht. Hè? Ja, het wordt niet meer gebruikt in het Nederlands. Ik heb het nog nooit gehad. Protégé natuurlijk nog wel, maar Maecenas... Kijk eens, dan heb ik jou een keer iets geleerd. Nou, dat is dan niet schitterend. Ik ga het opschrijven en ik ga het gebruiken volgende keer. Het doel van dit gedicht was om van Rome een imperiale monarchie te maken waarvoor haar burgers hun leven graag zouden opofferen. De burgers zouden graag hun leven opofferen voor de imperiale monarchie. En dat is nog altijd het heerschapsbeleid van de Romeins-Katholieke Kerk. Tot op de dag van vandaag. En dat zullen wij u nog heel diep uitleggen in de lezing van dit boekje.
Ik wil hem niet bij de hand doen, maar vorige week hadden wij daarover dat ik zei dat het in Aeneas ook voor de Pontifex Maximus jezelf je leven op moest geven voor de meerdere. Ja, en we komen er later nog hiermee toe met George Washington, die ja lid was van de Orde van Cincinnati. Ja, en Cincinnatus, dat komt ook later nog in het boekje voor. Daar heb ik het ook verleden keer over gehad. Ja. Het is vaak dat als wij iets zeggen, dan wordt het vaker in het boek uitgelegd. Ja, dat is ook omwille van dat we niet altijd alles maar, laten we maar zeggen, op de juiste moment altijd maar hebben. Moet ik eens zien hier, congres, waar heb ik het beeld? Ik wil een keer dat beeld laten zien van... Hier, oh, met de fasci. Ja, met de fascies, ja. Woodrow Wilson asking Congress to declare war on Germany 2nd of April 1917. Note the fascia in Congress. Dat is mijn tekst. Der amerikanische president Woodrow Wilson, van die we natuurlijk hier in Löwenstraatje hebben, vraagt Congress om oorlog te verklaren tegen Duitsland op 2 april, niet 1 april, heel belangrijk, op 2 april 1917. En dan bekijkt toch eens een keer de fascia in hier de Congress. Die hier staan. Zeker, je kunt dat moeilijk zien hè, in dat beeld. Hè. Dat is echt niet zo makkelijk om te zien. Ik zal eens een keer een beter beeld gaan pakken van het congres en de fascia. Want die zijn er nog altijd zeer prominent aanwezig. Datzelfde beeld, hier ziet het al iets beter, maar kwalitatief is dat beter. Wacht nog maar, hier. Ja, beter kunnen we het niet zien. Dat is heel goed hier. Zie eens, hier heb je dat. Dat is het Amerikaanse congres vandaag de dag. Hier vanachter zit de, ja, niet de president, die zit hier voor mij zal te spreken. Daar zit de, whatever. Ik kom niet op zijn naam. In God we trust. Welke God? Dat zeggen ze dan niet bij, uiteraard. En hier heb je dus de fascia. Deze fascia die je hier ziet in dat boek, Verheersers van het Kwaad. Wij gaan deze alinea hier nog even aflezen, deze paragraaf nog aflezen en dan gaan we stoppen. Want we zijn al dan weer bij een dik uur en dan gaan we volgende week verder, als we uw interesse gekregen hebben. Ik heb jou naar de fotootje gestuurd. Ja. Dat is het garment, dus ik ben de Hermansweg gelopen en dat is dus de weg waar Arminius de Romeinen heeft verslagen, zodat ze niet verder noordelijk konden in Duitsland. En hier is de fascia. En daar zie je de fascia en tussen zijn benen zie je de adelaar. Ja, de arend hier. Ja, maar dat is dus zijn uitrusting van het hoofd van de legioenen, zeg maar, die het verloren heeft. Ja. En daar heeft dus de fascies bij zich. Dus het is alweer tot zover te herleiden. Interessant beeld, uiteraard. Dankjewel voor het sturen, Nalt. Laat ons eventjes een keer deze paragraaf nog een keer lezen en dan zien of dat we de interesse van sommige mensen toch een keer misschien wakker geschud hebben. Fascisme is voor velen misschien een lelijk woord, maar het statige embleem is blijkbaar voor niemand beledigend. Het embleem van het fascisme overheerst op de muur boven en achter het podium van de spreker van het Huis der Afgevaardigden. Ze heten fascies. En ik kan geen andere reden bedenken waarom ze daar zouden zijn dan om de fascistische aard van de Amerikaanse Republikeinse Democratie te verklaren. Wat overigens een oxymoron in zichzelf is, Republikeinse Democratie. Amerika werd opgericht als een republiek en niet als een democratie, omdat de oprichters, die nog iets te zeggen hadden, wisten dat een democratie altijd tot een autoritair regime leidt en een republiek een kleine regering en een grote bevolking wil. Waarentegen in een democratie je een grote regering en een kleine bevolking hebt, bij wijze van spreken. Ja. Een fascis is een Romeins devies. Het origineel komt eigenlijk van de oude Etrusken, aan wie de eerste Romeinen hun religieuze jurisprudentie bijna 3000 jaar geleden ontleenden. Het is een bijlkop waarvan het handvat een bundel staven is, stevig aan elkaar gebonden met rode pezen. Rood staat altijd voor bloed of ook zonde.
Het symboliseert de ordening van priesterlijke functies in één enkel onfeilbaar soeverein. Ja, de paus, bij wijze van spreken. Een autocraat die het leven van al zijn onderdanen kon opofferen. Als de fascis verstrengeld is met laurier, zoals het paar op de muur van het afgewaardigde huis, betekent het keizerlijke militaire macht. Nu mag ik een keer iets vragen. Dat betekent dus keizerlijke militaire macht. Is Amerika een republiek? Is Amerika een democratie? Of wordt het geregeerd van een keizer? Nu, beantwoord jij maar die vraag. Als je deze standbeelden ziet in het Huis der Afgewaardigden. De Romeinen noemden deze onfeilbare soeverein de Pontifex Maximus, of de soevereine bruggenbouwer. Geen Romein was Pontifex Maximus, totdat de titel in 48 voor Christus aan Julius Caesar werd gegeven. De huidige Pontifex Maximus is Paus Franciscus in 2022, ten schrijven van het boek Johannes Paulus II. Voilà, dat heb je zelf geschreven. Ik heb die zin zelfs niet gezien. Goeie opmerking daarbij. Oh, ja. Ik heb het verkeerd geschreven, zie ik. Paulusus. Ja, dus is, ja, dan gaan we dat hier een keer doorkrabben. Maar ja, kijk. We hebben ja gevraagd, als die mensen fouten in het boek opmerken, dat ze ons die alsjeblieft meedelen, dat we dat kunnen verbeteren. Je hebt dat boek niet geëditeerd. Dat is ook niet verstandig om dat van jou nog te vragen. Na al die moeite die je gedaan hebt om dat boek te vertalen van het Engels naar het Nederlands. Ik vind dat al schitterend genoeg dat je die enorme karwei op jou genomen hebt. En dat het gelukt is en dat het boek af is. En dat het vrij beschikbaar voor iedereen op het internet is. Dat de meeste mensen daar niet naar kijken, dat is weer een andere zaak. Maar de meeste mensen lezen ook de Bijbel niet. Die willen gewoon brood en spelen, zoals 2000 jaar geleden. En dat is nu maar een keer zo. Maar die mensen die een klein beetje anders gaan denken, of dat ze nu Nederlandstalig zijn, of dat ze Engels of Duitsstalig zijn, of andere talen hebben, wij proberen deze mensen duidelijk te maken waar het daadwerkelijk om gaat in deze wereld. En dat is Yahweh, onze Vader in de hemel, en Jezus Christus, die tot zijn rechten zit, tot de Vader zijn vijanden, zijn voetstoel maakt, en hij eindelijk gaat terugkomen. God hasten the day dat hij eindelijk terugkomt. Ik ben gedaan met mijn lezing en mijn bespreking en ik laat het slotwoord graag nog over aan mijn broeder Nout. Ja, ik wou heel klein nog iets toevoegen en dat is een uitspraak van Mussolini. En die heeft gezegd dat een fascisme een samenwerkingsverband is tussen coöperaties en de overheid. En als je nu kijkt naar wat er gaande is in deze wereld, wordt het steeds duidelijker dat deze wereld nog steeds een fascisme is. En ja, je kunt eigenlijk alle wereldsystemen zoals het communisme, socialisme, democratie, het is allemaal afkomstig van de Jezuïeten. We hebben het net gehad over de Global Vatican. Ik was toevallig van de week op... Nou, is geen toeval natuurlijk. Toeval bestaat niet. Op uitzending nummer 53. Dus je kunt beginnen met 50 zo'n beetje. En daar vertelt Tom Fries in een encycliek. En dan ben ik even kwijt welke dat is. Weet jij dat nog even, Jurk? Welke encycliek dat is? In welk boek leest je dan de 50? Dan ben ik het even... Is het Caritas en Veritate, wat ik daar straks ja, al genoemd heb? Ja, dat bedoel ik. Over de overheden, hoe die in elkaar zitten en geregeld zijn. Dat komt terug dat eigenlijk alles wat bedacht is daarop, afkomstig is van de Jezuïeten om de mensen te laten denken dat zij een bepaalde macht hebben. Maar zoals wij het al hadden over de vijfde kolonne, die macht is altijd in Rome. En die wordt dus geleid door de Jezuïeten, zoals ook Mussolini door Rome aan de macht is gekomen en Hitler ook aan de macht is gekomen, waarvan wij eigenlijk een beetje deze tijd het fascisme kennen. En voor de mensen die dus geïnteresseerd zijn in al deze onderwerpen, wij gaan van het soms wel eens van de hak op de tak, maar dat komt natuurlijk omdat wij al vrij ingelezen zijn in vele boeken en vele onderwerpen en geschiedenis.
Dus ik zou zeggen, ga kijken op onze archive.org. Jorg en ik hebben er allebei eentje, staat in de beschrijvingen. Zoek een boek uit als je niet dit boek wil lezen, of als je al klaar bent met dit boek en ga verder met lezen en je ontdekt steeds nieuwe dingen in de geschiedenis waarover wordt gelogen. Ik heb van de week heb ik een zeer indrukwekkende en schrikbarende film gezien, die heet Hellstorm. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, over wat er is gebeurd na de zogenaamde victory van de geallieerden. Ik ben er 2 dagen ziek van geweest, dus als je het gaat bekijken, wees op uw hoede, maar het is wel informatie die iedereen hoort te zien en vooral deze dagen. Goed, ik wou het daarbij laten. Ik wens iedereen een fijne sabbat en een goede rest van de week. Maranatha.